Ja. 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 Nou ja. Het is heel heerlijk weer. Met plezier, maar als... Wij zouden moeten beginnen, of ik wil dat dan beginnen, op Daf Tet Zayin. Tet Zayin B, 2. Tet Zayin met de twee puntjes. Tet Zayin Amud Beit. Het zijn Amud Beit. Moet opstaan. Wat? Het zijn Amud Beit. Ik heb niks. Nee. Dat heb je niks gegeven? Eén dingetje van je heb je maar gestuurd. Alleen maar een aantekening van jou. Ja. Ik heb alleen maar... Heb je niet gegeven? Nee, ik heb gegeven vanochtend. Nou, dan moet het deze keer... Er is iets misgegaan met het versturen. Maar dan hoop ik dat jullie allemaal een... Ja, hier hebben we een kopietje. Waar je een Gemara hebt op Beitza Tet Zayin. Dat is dus 16. Amud Beit, dus met twee puntjes erachter. En dan precies even boven het midden. Even boven het midden van de daf. En dan. De regel van boven 1, 2, 3, 4. Dit zei je nou het bed, zegt u? Ja, ik denk het is regel 16 van boven. Regel 16 van boven. Ja. Ja? Shaman heb ik hier. En het begint de Amarafuna, begint van de regel, Amarafuna. Amarafuna, Amaraf. Erume Tafsilin, ja, we hebben er vroeger over Erume Tafsilin gesproken en ik heb gezien dat Elzas ook nog over Erume Tafsilin gesproken heeft. Maar dit zijn even wat andere aspecten en de gaan zo van dat Tafsilin af. Aannemen dat iedereen nu alle details van Tafsilin heel goed kent voor de volgende keren. Maar in ieder geval zegt de Gemara hier Amarafuna, Amaraf, Erume Tafsilin, Serichin Daat. Dat betekent, algemeen vertaald, de Erume Tafsilin die gemaakt wordt, degene die, en zo moeten we het even vertalen, zowel degene natuurlijk die het maakt, maar vooral ook degene voor wie het gemaakt wordt. Dus de mensen in de stad, ook die moeten realiseren dat vandaag wordt voor hun tafsilin gemaakt. Als ze het niet zelf zouden niet doen, wat ze in principe, zoals u weet, wel moeten doen, zoals we dat de vorige keren hebben geleerd. Dus de Gemara zegt dan ook, wat betekent psitedaat? Ja? Maniach, in psite, daad maniach minam. Natuurlijk, we hebben nodig degene die het doet, dus de rabbijn. Ook al doen mensen het zelf, u weet, we doen het allemaal zelf, maar de raad doet het ook voor de stad. Psite, daad maniach minam. Ja? Degene voor die het doet, die moet natuurlijk weten wat hij doet. Maar daad minicholo, bainam, moet nou degene voor wie het gedaan wordt ook nog een speciale, als hij het niet doet, ook nog een speciale gewone hebben? Of is dat niet nodig? Antwoord de Gemara, Tashma, luister goed, de Abu Shmuel Ma'arev Akulu Nardea. De vader van Shmuel heeft een eeuw of drie gemaakt voor de hele stad Nardea. En Rabbi Ami en Rabbi Assi hebben een eeuw of drie gemaakt voor heel Tiberias. Met andere woorden, hier komt daar naar voren dat met andere woorden, wanneer degene die de eeuw maakt
Hè? Dus de rabbijn, als die maar de goede gaan wonen heeft, dan zijn we, laten we maar zo zeggen, aan een heel eind. Want we kunnen toch niet eromheen om te zeggen dat, dankjewel, dat degene eigenlijk zelf ook Eeuw Tafsirin moet maken. Maar Eeuw Tafsirin, de Chachamim hebben Eeuw Tafsirin toch zo zwaar, eigenlijk een zware betekenis gegeven, om vooral vanwege de COVID voor, we hebben dat geleerd, het kan zijn de COVID voor Shabbos of de COVID voor Yontef, maar zo'n zwaar betekenis gegeven, dat eigenlijk hebben ze gezegd, jullie moeten het beide doen. De rabbijn moet het doen en toch moet je zelf ook. Het is niet voldoende, hè? Het is jammer, kunt vergelijken misschien met Fenilech of heen met iets. Het is niet voldoende wanneer de vertegenwoordiger van de kille die mitswe doet. Dat is bij sommige dingen dan wel. Je moet het zelf doen. Maar hij moet ook nog hebben, hij zegt toch ook nog erbij, ik maak deze eiland voor deze stad en allen die wonen in deze stad. Rudy Kortislas. Maar wij zeggen het toch in onze eiland die we maken, ook voor alle bewoners van deze stad. Maar herinnert je dat Ramon gezegd heeft, iemand die het één keer vergeten heeft, maar twee keer, dan is hij een poshea. Ja. Dan wordt hij beschouwd als een poshea. Iemand die, maar poshea wil niet vertalen als een zondaar, maar als iemand die het makkelijk neemt. Als iemand die je... Dat geldt dus alleen voor je eigen huishouding. Ja. Dus niet als bijvoorbeeld Erev Jont of... Nee, in principe als je niet... Nee. Kom een dochter net binnengelopen en zo van nou, maak nee. Even mee met mij. Dat zou wel kunnen, ja. Maar dan moet dus degene voor wie het gemaakt wordt, jou de gezogen geven en iets in handen geven. Je moet een handeling verrichten. Dan, maar ja, maar in principe is de haloge, je moet het zelf ook doen. Ja, ik vertel het ook altijd thuis. Want dus in Aramees, wat toch vaak moeilijk wordt te geven. Hoe vertalen? De vertaling, ja, in Nederlands gewoon. Ik zeg hetzelfde als vorig jaar. Ga door mooi verder. Magis Rabbi Yaakov Ba'idi. Rabbi Yaakov Ba'idi heeft hierop gezegd. Mishlo henia geroe tafsirin. Degene die geen Eeuw Tafsirin gemaakt heeft. Heeft hij uitgeroepen in de stad, Yavobi Smach Al-Shali, die kan komen en zich samen zijn op mijn Eeuw Tafsirin. En vraag dan maar, wat kamar, hebben jullie het allemaal? Wat kamar, Amrabin Goeie, Barzraya, Mishmede Dabaye, Atgum Shabbat. Dus hoe groot mag het gebied zijn voor wie ik, zegt hij dan, hè? Eerst als je mij de mensen insluit, dan is het gebied wat je van nu mag lopen in het Groen Shabbos. Dat hoort nog erbij en dat kun je gebruiken. Oké. Okay. We gaan over tot... Maar hoe laat? Kijk, als jij zegt, iedereen die het moet... Tot skiën. Ja, tot skiën. Van ingaan, de jongte dus. Zoals in... situatie zoals het hier was, dus dan moet je woensdag tot skiën. Tot skiën? Ja. De skiën was laat. Is moeilijk, ja. Ja. Hou Samje. Samje is letterlijk vertaald een blinde. De bedoeling hier is, vroeger had je de mensen, je had niet zoveel gedrukte boeken, de mensen die kenden de hele tekst uit hun hoofd. Dus die waren geen geleerden in de zin van dat ze het allemaal goed konden verklaren, maar ze hadden de tekst in hun hoofd. En de bedoeling is hier iemand, zo een tanne hebben die mensen ook genoemd. Ze hebben ze een tanne genoemd, leraren, die dus blind waren in die zin. Ze hebben niet alle verklaringen geweten, maar ze hebben wel alles opgenomen. Haar Samja, zo'n meneer, daar hebben we Sadra Matnita. Kamedamar Shmuel, die de Mishne altijd op dreunen, zou ik maar zeggen, voor Mar Shmuel. Gazira Ba'atsif. Um,
die zag dat Mar Shemuel treurig was. Amale heeft hij gezegd tegen hem, Amai Atziwat, waarom ben je treurig? Amale heeft hem geantwoord, Dulo Itwe Erof Tafsilin, want ik heb niet Erof Tafsilin gemaakt. Stel je voor, Mar Shemuel. Ja. Of niet Erof Tafsilin. Ja. Amale, ze mocht Adidi. Nou, doe maar, ik doe het voor jou. De Shanaba, Gazje Dara Atsiv. Dus het volgende jaar was er weer een jonte voor Shabbos. Was hij weer even bedroefd. Amale Amaya Atsiv. In ieder geval, waarom ben je bedroefd? Amale, de Loate Erof Tafsilin. Omdat ik heb het weer niet gedaan. Amale, toen heeft hij gezegd, Hosea at de Kula al-Mesari, die dag Azur. Jij bent een Hosea, jij bent iemand die het makkelijk met de religie doet. Le Kula al-Mesari, de hele gemeenschap kan samig zijn op mijn Erof Tafsilin, maar jij niet. Nee. Dat is niet zo fijn. Die dag Azur. Voor jou is het verboden. Misschien werd hij wat vergeten. Ja. Ja. Er zijn van die dingen waar je heel vanzelfsprekend aan denkt. Er zijn van die dingen waar je echt nooit aan denkt. Er wordt zoveel bekendheid nog meer jongens gemaakt. Ja. Ja. We gaan over op iets anders. We hebben geleerd. Jonder scholiot berg Shabbat, wanneer Jonder valt op vrijdag, één Arbin, Loyal Fumin, Loyal Hatseo. Dan mag je Jonder scholiot berg Shabbat. Jonder valt op Erev Shabbat. Dan mag je de Jonder op de dag zelf, mag je niet maken. Niet Erof Tehumin en niet Erof Chatzelot. U weet het verschil is, Erof Chatzelot wil zeggen dat ik mag dragen. Erof Tehumin is dat ik een afstand heb genomen. Ja. Rabbi Omer, maar Arvin Erof Chatzelot, Avalo Erof Tehumin. Rabbi zegt, je mag Erof Tehumin, mag je niet maken. Waarom niet? Mipne sheata osro bedavar ha'asuelo. Want je mag niet lopen. Op Yom Tov moet je Erof Tehumin, moet je in acht nemen. Dat is een heel ander onderwerp, daar komen we misschien nog een keer op terug. Op Yom Tov gaat dragen, mag ik. Waarom mag ik dragen? Omdat we hebben uit de pasuk geleerd, alles wat te maken heeft met eten, mag je op Yom Tov voor Shabbat doen. En daar hoort ook bij dat je dingen mag brengen van één plaats naar andere. En daar is de regel op toepassing. Dus mitoch zoet gaat het zorg. Omdat je dat mag doen ten behoeve van eten. Dat je Shabbos vers goed eten kunt hebben. Hoe trogam shelol het zorg. Mag je het ook doen. Niet, in principe. Niet iets wat je niet wat moet is. Maar in principe mag je dus in dragen. Hè. Als wij een eeuw hebben. Dan draag je ook je sleutel die je naar huis moet dragen. Etcetera. Maar Tehumin, en daarom mag je op die Jontef, als het vrijdag Jontef is, mag ik nog even Erof Chatzelot maken, want dat is de boer van Shabbos. Dat hoort bij, als het ware bij mijn hele Erof Tafsilin institution. Maar Erof Tehumin, dus dat je dan gaat 2011 verder en je legt daar neer Mazon en Shnei Sudot. Een eten voor twee maaltijden. Dat betekent dat je bent Kone Shrita daar. Dat wil zeggen, ik organiseer dat ik daar een rustpunt van mezelf heb. En dan mag ik weer 2000 verder. Dat mag ik niet doen op Jontef. En daarom mag ik het ook op Erev Jontef niet doen. Ik mag niet iets. Erev Shabbos niet. Of Erev Jontef. Op Erev Jontef niet. Omdat ik het niet. Erev Shabbos mag het wel. Dus, ja. Nee, het gaat om de vrijdag. Ja. En Erof Chatzelot mag ik maken. Mag ja? Mag ik maken nog. Omdat ik mag immers op Shabbos
met een eeuw draag. Hè? Ja, ja, maar ja. Een eeuw tegumin, dat mag ik op Shabbat sowieso geen gebruik van maken. Dan mag ik dat ook niet op vrijdag nog doen. Omdat dan ga ik iets doen wat eigenlijk een issoer. Ik doe iets voor iets wat toch een issoer is. Dat is wat de Gemara hier zegt. Ja. De eeuw tegumin mag je niet op. Eeuw tegumin, nee. Je mag niet op je in principe oh, niet. Dat moet je dan ook een dag niet maken. Je moet, ja, je voor je ook maar eerst goed mee maken. Maar als je met die, nog even met die eer, of als je als iemand in een hotel is, of bij familie, moet je dan ook een eer of maken? Eer, wat voor eer of? Gaat zeer ook? Nee, om te vergeten. Wat? Voor het eer, voor het koken. Eer of tafsiri. Nee, dat hoeft moet dat de gastheer doen. Want het hotel doet het toch? Ja, andere dingen. Wat je misschien zou kunnen doen als je water kookt of iets. Of ja, zomaar zeggen. Moet je dan, het breekpunt is het licht aan het zunden. Hè? Ja, van sommigen zeggen, het licht aan het zunden heeft niet direct te maken met jong. Met dingen. Dan moet je niet licht aan maken. En daarom mag je, we maken licht. Die tekst uit de eeuw groeien, uit de eeuw dat ze niet weglaten, zeggen sommigen, en dan zeggen niet zo. Wij zeggen, wij sluiten alles in. Maar of je dragen mag in een hotel, ja. Dat is een aparte vraag. Er zijn twee meningen. Zo, met vele dingen. Er is, nou ja, ik zou het zeggen, als je het hotel maakt tot een particulier gebied, ja, dan kun je het in principe doen. Anderen zeggen. Het is eigenlijk een soort particulier gebied, omdat de eigenaar heeft het recht om jou op midden in de week, als iemand anders jou, speciaal jouw kamer wil hebben, mag hij jou zonder meer overplaatsen naar een andere kamer. Dat is dan de hele hetter van een eeuwgatserot is, dat het iemand moet zijn in het gebied waar je woont, die toegang heeft tot alle huizen, waardoor alles verbonden wordt. Daarvoor wordt in het algemeen bij de eeuw of gatserot gebruik gemaakt van bijvoorbeeld politie of brandweer. Politie of brandweer mogen altijd in ieder huis naar binnen. Als er brand is. En dat kun je gebruiken als een hetter, ja, om te zeggen, er is een soort gemeenschappelijk iets van al die huizen in de stad, waardoor je ze als een eenheid kunt gebruiken voor een bepaald iets. Maar er zijn mensen die dat niet willen. Ik weet dat ik was een tijdje geleden bij de Gatuna van een van de familieleden in het buitenland, buiten Israël was dat. En toen heeft de Mashiach, die heeft toen het hotel afgekocht van de directie, aan raison dan van een paar euro, zodat het zijn. Het is allemaal, dit is een juridische. Ja, dit is iets wat. Ik heb langzamerhand geleerd dat je die juridische basis, dat je daar heel anders tegenaan moet kijken. Vroeger snapte ik dat. Vond ik dat heel moeilijk om te snappen. Tegenwoordig heb ik wel geleerd door allerlei dingen dat. Er zijn dus een aantal juridische dingen waardoor je door de mazen van de net kunt gaan. Dat is gewoon zo. In de tijd dat ik pas studeerde, dan hoorde ik wel studenten, zo diplomastudenten. Toen had je van die NBBS-reizen naar Amerika, naar Israël. Naar Amerika was het dus wel eens over Shabbat. En dan dat de diplomastudenten dan naar de kapitein ging om de boot te kopen. Symbolisch. Ja, maar de boot is natuurlijk toch een. Boot is natuurlijk, ja, ja, toch een. Dus, ja. Was dat nodig geweest? Was dat iets. Het is toch gebeurd. Dat zijn echt van die. De ene doet het wel, de andere doet het niet. Dat anders mocht ons niet dragen op die boot. Maar het is zo, we hebben het ook een paar keer gehad in de Gemara. Bepaalde situatie waarin wij als niet-juristen zeggen: ja, jeetje, dat is toch een echte, hoe noem je dat? Een gevoel. Zoeken naar. Ja, ja. Maar het geldt wel. In de tijd dat we. Toen pas getrouwd woonde in de Pieter de Hoogstraat, in het trappenhuis. En toen hadden we gevraagd, mogen we dat dragen? Nou, we hadden een Joodse benedenbuurvrouw die niet vol was. En zolang zij er woonde, mochten we niet de post van. Maar pas op het moment dat er alleen maar gooien in het trappenhuis waren, iemand die je kan dat vragen. En je het niet eraan houdt,
Die past op de eeuw. Maar als er toch twee Joodse families in één flatgebouw woont, dan kan je samen een erf maken. Ja. In het flatgebouw. Ja, dat heb ik wel eens een keertje vernomen. Ja, het is niet zo moeilijk als je... Ja, weet ik wel, maar dat heb ik wel eens vernomen, hoe dat gaat. Dat kan. Dat kan. Wat u, dokter Biel, wat u net aanhaalde over het hotel. Ik heb al jarenlang een discussie met Israëli's die in het buitenland zijn. En dan Acharon Shalyontef denken dat ze Megala Yontef mogen zijn, omdat ze Israëli's zijn. Ja? En daar heb ik een heel goed gesprek met Rav Padwa over gehad. Ja. Die me duidelijk gezegd, als iemand in het hotel is, kan dat als reshoot beschouwd worden. Op het moment dat die één stap buiten het hotel is, mag die geen Megala Yontef zijn. Hij moet omdat de Gemoer brengt dat hier ook straks, wat de Gagomim gezegd hebben, dat degene die buiten Israël is, dat die Yontef moet houden, dat geldt eigenlijk afidu begadre gadarin. Ja, goed, ik kan me herinneren dat toen Avram Katz shaliach was en hij meteen naar zoekers terugging naar Israël, toen heeft hij, ik was op het Moadon met de Ganichim, heb ik daar geslapen, toen heeft hij, vanmorgen heeft hij met Sina, heeft hij, dus Simchestauren in Nederland, heeft hij tvilling gelegd. En maar met Sina, ja, maar niet bevrijd. Ja. De mensen begrijpen dat helemaal niet. Die denken dat ze als Swinische Pesach van Israël voorbij is, dat ze de auto mogen pakken en naar het vliegveld mogen rijden. Nee, ja? Dat kan niet. Zullen de kans geven die donderdagavond zijn teruggekomen met Israël? Wie, ja. Nou, ik weet wel. Mijn kleindochter, de vrome mens, die nu getrouwd is, een Israëli en dus nu in Israël woont, die hebben geweigerd nu de tweede dag om ook maar iets voor ons te doen. Dat klopt niet, want hetzelfde is wat Rav Padwa. Rav Padwa heeft. Omdat tegen mij, mijn zoon is op Aliyah gegaan de week voor Sukkot. En toen heeft hij gezegd, hij moet jou de tweede dag Yom Tov meenemen naar een restaurant. Voor je betalen en mee eten. Want dat doe ik ook. Mijn zoon doet dat ook. Dus... Nou ja, is het niet zo als je het vliegtuig vertelt, dat je... moet blijven zitten. Ja. Maar dat je bijvoorbeeld wel, als je Tsitserks Tradeel zou wonen, waar helemaal geen Joden zijn, ik weet, mijn vrouw is toch Schwoengers overleden en Dudi had geen Yontef meer de tweede dag. En die is voor hem de tweede dag naar Nederland gevlogen en heeft nog een kwartiertje op Schiphol gezeten. Tot het hier nacht was. Dat is juist. Ja, maar de meeste mensen die Yontef houden, de Israëli's die Yontef houden in de Buiten. Maar goed, daar ze bij. Er wordt een heleboel mee gemat. Ja. Er is wel iets aan doen, niet iets. Beseffen dat helemaal niet? Nee, precies. Nee, maar die dingen zijn uitermate moeilijk hoor. Het is echt niet zo simpel. Nee, maar dan moet men zich een zak vragen. En daar weer discussies over met mensen. Ja. En ik zeg, als je dan zo nodig op Yontef naar het buitenland wil gaan, dan moet je je houden aan de plaatselijke zaken. Ja, maar je kent toch dat mopje van die man die bij de dokter komt en de dokter zei, moet uiteindelijk ophouden. U rookt zoveel. Weet u niet hoe gevaarlijk dat is? De kranten staan er vol van. Ja. En op het antwoord, jawel, maar ik lees geen kranten meer. Ja. Mensen proberen, ze hebben onlangs, hebben ze in Utrecht,
hebben de studenten, de medische studenten, heb je dat gehoord? Hebben ze een demonstratie gemaakt tegen roken. En hadden de assistenten op de longafdeling hadden kraantjes laten drukken, longarts. En als ze op straat zagen iemand, op straat mensen die veel rookten, gingen ze naar beneden. Meneer, mag ik u een kaartje geven? Als u mij binnenkort nodig hebt, dan weet u wat u mij doet. Cynisch. Ja, dat hebben ze gedaan. Ik ga u even nu, voordat we de Gemoren lezen, met u dit schemaatje door. Omdat het is een beetje verwarrend. Heb je nog eentje? Of? Ja, ik heb er een. Nee, voor mij. Ja. Ik heb hem wel hier op staan, maar dan moet ik dan. Ik kan het ook hier doen, dan ben je even niet in beeld. Ik neem hem wel hier. Kijk, de Gemoren zegt, kijk maar op het schema. De Gemoren zegt het volgende. Er is een braise. Een braise en de Tanekamme. Dat wil zeggen de niet met naam genoemde eerste mening. Zegt, luister, je mag geen Eof Tegumin en geen Eof Gatzeot maken op vrijdag Erev Yontef. Rabbi zegt, dat geldt wel voor Tegumin. U ziet, daar heb ik daaronder staat een minnetje. Dat Lo Tegumin, je mag niet maken Tegumin, dat geldt, maar Gatzeot. Dat mag je wel doen op die vrijdag. Zoals we net gezegd hebben. Waarom? Omdat op Yontef mag je ook dragen. Dus je moet het maken van een Erev Chatzerot. In geval iemand het vergeten heeft op vrijdag Erev Yontef. Moet je hem in principe. Ik spring even niet volgens de uiteindelijk haloge. Maar even voor de logica. He, zeg de Rebbe. De Chatzeros mag je doen. Omdat je mag ook dragen op Yontef. En daar mag je. Ook als je vergeten hebt, in geval van nood, mag je op die vrijdag een Evgatheos maken. Oké? Daarop is een andere braise. En die is gezegd uit naam van Raaf en Shmuel. Raaf zegt, halacha is zoals de Tanekamme zegt. Met andere woorden, alles verboden. Raaf zegt, ik maak geen verschil. Ik maak op vrijdag. Erev Shabbos, geen Erev Chatzeros, geen Erev Tegumin. En Shmuel zegt, de halacha is als Rabbi. En Rabbi, ziet u, dat is de tweede regel. Daar staat onder Lo Chatzeros, geen Erev Chatzeros, een plusje, mag wel. Dus met andere woorden, we hebben twee elkaar tegensprekende braises. De ene zegt, Tanekamme zegt, alles verboden. En Rabbi zegt, Chatzeros is toegestaan. En Raaf zegt, de halacha is als de Tanekamme, dat we zeggen, niks mag. En Shmuel zegt, halacha is als Rabbi, namelijk je mag geen Tegumin maken, maar wel gaat ze rot. Oké? Nou, nu vraagt de Gemoren, dat is een beetje een merkwaardige vraag in eerste instantie. De uitspraak van Shmuel namelijk naar Lagaas als Rabbi. Is dat nou een koele of een gomre? Wat zouden jullie zeggen? Natuurlijk, een koele. Als ik zeg, en Shmuel zegt, naar Lagaas als Rabbi, en Rabbi zegt, gaat Zerot, mag ik wel maken? En terwijl de Tanekamme dat zegt, maar het mag niet, dan is dat een koele. Ja, zegt de Gemoren, zo knap ben ik ook. Dat is niet de vraag. De vraag is een andere vraag. De vraag is of de uitspraak van Shmuel, die zegt halacha Rabbi, volgens wie gaat die uitspraak? Want we hebben twee andere uitspraken gehad. We hebben twee heren gehad. De ene is Rabbi Elazar en de andere is Rabbi Taglifa. Rabbi Elazar die kwam naar Babylonië en die zaait de bovenstaande de bovenstaande uitdrukkingen om. Die zegt. Atarite was je slacht in de ga. Pardon? Hij is je slacht in de ga e-mail. We zijn slacht op 26 maart. Dat karate op 26 maart.
Oh, ben wel. Ik heb een document. Wacht even, ik zal hem even in de sub. Ik zal hem even. Hij is met zijn vrouw. Typische morgen. Ja. Weg. Wat is niet goed? Nee, hij was met zijn vrouw aan het smoezen. Hij was met zijn vrouw aan het smoezen, dus ik heb hem eventjes eruit gehaald. Ja. Dus ja, de vraag is: is de uitspraak van Shmuel die zegt halacha is als Rabbi, daar heb ik een kringetje omgezet, om Rabbi, ja. Die uitspraak, die heeft, er zijn twee lezingen van. Volgens welke lezing gaat die? Gaat die volgens Rabbi Elazar? Rabbi Elazar die draait namelijk de bovenstaande, omcirkelde mening van de Kamer Rabbi om. Die zegt, Rabbi zegt niks mag en Tanne Kamer zegt. Gatzeot mag niet, omgedraaid. En de andere lezing is Rabbi Tachlifa, die zegt de lezing is zoals boven. En nu gaat het er maar om, welke van de twee lezingen is de juiste? En de Gemore zegt straks, en dat zegt de Gemore met heel veel overtuiging, en die zegt dat als je de lezing van Rabbi Tachlifa neemt, dat is een foute lezing. Dan kom je inderdaad uit dat het een koele is. Want Rabbi de Tachlifa leest de lezing zoals die boven omcirkeld is. Rabbi zegt, Tchumi niet en Gatzeret wel. Maar, zegt de Gemore, die lezing is fout. De lezing is zoals Rabbi Elozer zegt en die draait het om. En volgens Rabbi Elozer komt dus uit dat het een Gomre is. Als ik zeg, het is de lezing, ik lees zoals Rabbi Tachlifa, zoals die bovenom, dan heb je een koele in die zin dat je Erev Chatzerot toestaat om te maken op vrijdag Erev Yonte. Maar dat is dan, maak je een koele en die koele die leidt uiteindelijk toch tot een gomre, want dat betekent dat je Erev Chatzerot als een te makkelijk instituut gaat beschouwen. En daarom moet je niet de lezing nemen van Rabbi Tachlifa, maar die van Rabbi Elazar. En Rabbi Elazar heeft de bovenstaande uitspraken, Tanakam en Rabbi, gezegd, die moet je omdraaien. Dat is niet goed geciteerd. En als ik zeg, de Agalaga is als Rabbi, dan is dat niet de Rabbi zoals hij boven in het omcirkelde deel staat, waar gaat ze of Gatzero toegestaan is, maar dan is het de Rabbi zoals hij in de nieuwe omgedraaide versie moet staan volgens Rabbi Elazar, namelijk Rabbi zegt geen Tchumim, geen Gatzerot en Tannekamme, dat is dan niet meer de Tannekamme, maar een andere Tanne, die zegt dan nee, het ene mag wel, het andere mag niet. Dat maakt dit stukje gewoon een beetje ingewikkeld als je het niet met het schema erbij leest. Maar kijk nu bij het schema. Nu gaan we de geboren lezen. Dan moet je het schema maar even erbij houden. Ja. Maar met het schema is het namelijk hartstikke duidelijk. Tenminste, vind ik, als ik het zo mag zeggen. Ja, oké. Okay. Ja. Eens maar. Zijn geboren zegt, Tanu Rabbanan. Jontop Shechaliat Berf Shabbat. De Jontop die valt op vrijdag. 1 Me'orwin Lo Erovagat Trumin Lo Erovagat Zerot. Dat zegt het aan de kamer. Beide mag niet. Rabbi, dus de Rabbi, de eerste Rabbi in de eerste omcirkeling, zegt nee. En zegt Me'orwin Erovagat Zerot, dat mag. Een plusje. Maar niet Erov Trumin. Waarom niet? Want Trumin mag je op Jontop ook niet doen. Je moet niet iets toestaan op Jontor te doen, wat je sowieso niet mag doen op de Shabbat. Iets maar, komt de volgende lezing. Raf maar, halacha ke tanakame. Raf zegt, halacha is als de tanakame. Namelijk, Erev Chatzerot mag je niet maken. En Shmuel zegt, je halacha ke Rabbi, je mag het wel maken. Dat heb ik hier ook staan, zoals jullie zien. Dat is wat onder de omcirkelde
dingen staat. Iets maar, Raaf zegt. En dan gaan ze Tanakama. Ja, dat wil zeggen, Tanakama, alles is verboden. En Shmuel zegt, daar lag hij als de tweede, als een rabbi. Namelijk, lo chatserot met een plusje. Zegt de Gemore, de uitspraak van Shmuel halacha, rabbi, is dat een koel of gomme? Zegt hij, dat is een domme vraag. Natuurlijk, als je vraagt, is de uitspraak van Shmuel, die zegt halacha is als rabbi, volgens onze eerste lezing, boven, rabbi slaat toch chatserot toe. Dan is het een koele. Als ik de eerste lezing neem, is het een koele. Dat is ook niet de vraag, zegt de Gemore. Dat is niet, dat is een flauwekul vraag. Natuurlijk is het dan een koele, maar dat is niet de vraag. De uitspraak is van Reb Shmuel, die zegt, Halachake Rebbe heeft twee lezingen. Volgens welke lezing heeft Shmuel dit nu gezegd? Want er is heel merkwaardig, zou ik kunnen zeggen. Er zijn twee lezingen. Hoe moet je dat nu lezen? Is het zo, zoals het in de omcirkelde staat? Tanakam zegt, je mag wel een Eof Gatzeot maken en Rebbe zegt niet. Dat is de, of moet je het omdraaien, zoals Rabbi Elazar, die kwam met de mededeling uit Israël naar Babylonië. En ze moet omdraaien. Je moet omdraaien. Rebbe zegt, je mag niks. En Tanakam zegt, je mag Gatzeot doen. Of is de uitspraak volgens Rabbi Taglifa, die zegt dat zoals het in het omcirkelde stuk laat, dat is de, zo moet je het lezen. Ja? En dan antwoordt de Gemore, de mening van de Rabbi Taglifa, die brengt een kilkoen. Want Rabbi Taglifa, als die zegt, de halacha is als Rabbi, dan betekent dat dat hij zegt dat je Erev Chatzerot mag maken op Yontef. Dat staat toch in die bovenste omcirkelde dingen. Dan komt de, en dan kom je uit tot een koele. En dat is nu de vraag. Heeft Shmuel nou bedoeld dat je het een koele maakt of een gomere? En dan zeg ik, zegt de Gemore tot slot, dan zeg ik, je moet Rabbi Taglifa moet je schrappen. Rabbi Taglifa is een jonge man, die wilde het allemaal leuk maken. En die heeft gezegd, nou, lees maar die lezing dat Rabbi zegt, Erev Chatzerot is toegestaan. En dat brengt dus, dat lijkt dan een koele, maar het brengt tot een gomere, omdat het Erev Chatzerot als een te licht instituut gaat beschouwen. En dat kun je niet altijd, als je dan zegt, ja, als vrijdag valt, Yontef, dan mag je het Erev Chatzerot maken, dan kom je ertoe om altijd Erev Chatzerot te gaan maken, wanneer het eigenlijk al niet meer mag, dat moet je niet doen. Je moet je rabbi Taglifa, moet je schrappen. En dat is de vraag geweest van wat bedoelt Shmuel? Shmuel bedoelt niet, is het de eerste rabbi of de, is dat de halacha of niet? Nee, de vraag van Shmuel was, welke lezing moet ik nemen als ik zeg rabbi? De ene lezing, hè, de foutieve lezing is, die van rabbi Taglifa, rabbi zegt, Erev Chatzerot mag ik wel doen op vrijdag. En de andere lezing is, nee, die van Rabbi Elazar, die zegt, nee, je moet het omdraaien. De hele omcirkelde ding boven is een foute mededeling. Je moet het omdraaien. En het komt uit dat Rabbi zegt inderdaad, je mag beide niet. En dat is de vraag geweest van Shmuel, wat heeft Shmuel nu bedoeld? En dan moet je Shmuel beantwoorden door te zeggen, hij heeft de omgekeerde lezing. De omgekeerde lezing is de lezing dat Erev Chatzerot is verboden volgens Rabbi op vrijdag om te doen. Verboden. Dus niet zoals het is. Dat, zo moet je deze woorden. Kijk maar. Amarav, Halagaketanakame, zegt de Gemore Itmar. Rav Amar, Halagaketanakame, Ushmoel zegt, Halagakerebi. Zegt de Gemore, Ibayelehu, Halagakerebi, is toch een koele, als je dat zegt. Kijk maar op het schema. Of doet het dat het een gomre is? Zegt de Gemore, nee, psite, de koele kan maar. Als je dat zo leest zoals ik dat nu vraag, bedoelt Shmuel een koele, dan is het een koele. Want ik heb nog helemaal niks over een tweede lezing gelezen. Ik heb gelezen, Rabbi zegt, Erev Chatzerot is toegestaan. Ja? Zegt de Gemore, nee. Mishum de Shalach Rabbi Elazar, Lagola. Rabbi Elazar heeft een gestuurd een mededeling naar de Golana, Babylonië.
Lo shatem sonim, bewaar wel. De lezing is niet goed die jullie hebben in Babylonië. Dat Rebbe is matier. Rebbe staat toe. Achachamim Osrin, zoals hij boven staat in het omcirkelde deel. Dat is niet juist de lezing. Ella, Rebbe Oser en de Chachamim Matrim. Het is omgekeerd. Rebbe verbiedt het. En de Chachamim staan er toe. Ja? En dan vraag ik nu, Mai, wat is nou de lezing die Smoer gevolgd heeft? Mai, ik heb het zo Smoer. Die zegt, Lachais als Rabbi. Heeft hij genomen de lezing waar de koele is? Of heeft hij de nieuwe lezing genomen van Rabbi Elazar? Want Tashma, de Rav Tachlife, Rav Dimi, Awad Oefda, Kwate de Shmuel, Waamar Rav, Tachila Torah, Naitzumer en Anne Kule, de Kilkula. Rav Tachlife wilde passen zoals het boven staat, in de omcirkelde dingen. En toen heeft Raaf gezegd, wat deze jonge man wil paskenen, dat komt uit tot een kilkoel, tot een foutieve uiteindelijke benadering, want I amart le koele kamar, als je namelijk zegt, Rabbi heeft bedoeld, je mag een elf tafsir, je mag een elf katseot maken op die vrijdag, hij nog kilkoel, dan komt het uit tot een fout. Kilkoel is een fout. Koele is een een kilkoel is een fout. Ja? Ia maakt de gomre. Als je zegt. Je moet de gomre lezen. Je moet het omdraaien. Maar je kilkoel lezen. Dan komt het nooit tot een kilkoel. Als je het verbiedt. Als je iets al verbiedt. Dan wordt het niet een kilkoel. Iets wat fout kan gaan. Een fout is nooit. Ja, je kunt zeggen. Had niet nodig geweest. Fout, maar iets niet doen. Dat het mensen Als je zegt, je mag het niet doen, kom je nooit tot een fout. Als je zegt, je mag s'avonds niet roken, kom je nooit tot een fout. Maar als je zegt, de uitspraak, je mag niet roken en je mag wel roken, moet je omdraaien. En je zegt dan, Rebbe bedoelt 1 en niet 2, dan kom je tot een kilkoel. En dat heeft die Rebbe Tachlife, is dus uiteindelijk fout. En waarom? En waarom is dat zo? Omdat je zegt, kinderen de kalkeleba rabim, omdat de mensen komen ertoe om het hele instituut van Erf Gatzero als zodanig, om dat toe te staan. Dat gaan de mensen op allerlei manieren toestaan. En dan kom je er toe om te dragen op schabbes, wat niet altijd mag. En dat is dus niet juist. Zo moet je het stuk lezen. Maar je moet het goed lezen. Dat is wel interessant. Nee. Ja. Maar je moet een goede gedachte. Ik heb daarmee opgeschreven. Omdat dan zie je het eruit staan. Hè? Welke lezing gaat er? Die van Elazar. Die omdraait. Of Rabbi Tachlife. En je ziet hier hoe vaak. Dus toch bepaalde lezingen. Van Braises niet duidelijk overgekomen zijn en verschillende overleveringen hadden. En dan kom je tot de vraag, wat moet je doen? Maar het is ook logisch dat ik hem zeg, als ik de uitspraak vraag van Shmuel, wat bedoelt hij, de halacha is als Rebbe, en ik weet helemaal niks van een tweede lezing af, dan is het een flauwekulvraag. Want dan heb je maar één uitspraak. En dan zegt Rebbe, je mag wel een erfgat zelfs maken. Maar pas wanneer ik zeg, ik heb een tweede uitspraak. Dat je moet de uitspraken van de Tanakam en Rebbe omdraaien met elkaar. Dan zegt Rebbe, ik mag niks. Dan zegt Rebbe, ik mag en geen erfgumin en niet erfgat zelfs. En dan, dat is nu de vraag. Of Shmuel dat heeft bedoeld. Want die heeft toch. Tachlife, die eigenlijk een voorstander was van lezing 1, die werd hier de laan uitgestuurd. Ja, omdat volgens hem zou je tot een koele kunnen komen. En dat is juist, daarom heeft Shmuel dus zijn uitspraak gedaan in de mening dat hij de tweede lezing moet gebruiken. Is dat duizend?
Ja. Oké, hier stoppen. De volgende keer gaat het voor het wat makkelijker. Dan gaat het over, althans in het begin, over welke teksten we volgen in de zo'n Ezra Medavid de Lopjonte. Ja. Wij noemen altijd, wij als Shabbat en Yontef samengevat, noemen wij beide. Hè? Ja. We kennen eens Shabbat, Israël, dat maar niet. Ja. Maar volgens sommigen van de oude overleveringen werden alleen maar de Shabbat genoemd. En niet de Yontef. En niet de Niet. Ja. Zo maar niet. Ook niet de Kiddush dus. Waarschijnlijk. Dat spreken we wel. Is het nu duidelijk? Ja. Even toch weer door aan het brengen. Ben nog een beetje aan het slapen. Mag ik het meenemen? Ja. Ja. Ik geef jou. Israël was ook wat weer. Verschrikkelijk weer. Dit is een beetje koud. Wat? In Israël verschrikkelijk. Ja, dat weet ik. Wat? Tot ziens iedereen, ik moet helaas ook weg. Graag had gehoord wat Raaf Wolf vertelt over schieten, ja, schieten, nee. Ja. Dank u wel. Oké, tot ziens. Ik hoop dat ik het duidelijk heb kunnen maken. Ook voor de Zoomers. Oh, bye.